spelen jullie biljart? Nooit gedaan. Nooit gedaan? Nee? Ja. Zijn jullie zin voor zo'n initiatieles te krijgen van mezelf? Ik ben een topspeler, dus ik speel hier ook mee. En zegt u daar iets voor zo'n lesje te volgen? Dat ja, wel eens proberen. Ja? Doe het. Oké, doen we dat. Allee, dan zijn we weg. Okay, kom aan. Biljarter Eddy Leppens voert promotie voor de Superprestige Driebanden. Een groot biljarttoernooi dat komende week in Lobbel doorgaat. Deze twee biljartleken probeert hij alvast warm te maken voor de sport. Ik speel nu op rood en ik ga via de lange band, korte band, lange band, korte band, zo naar de witte toe. Dus dat is een geldige karambol. Moeilijk is dat niet precies, hè? Dus, ik sta momenteel 16 op de wereldranking en ja... Ik speel al zelf een tijdje mee op topniveau, dus, en dan hier zelf organiseren of mee organiseren, dus dat is wel leuk. En dan ja, natuurlijk proberen hier dat toernooi zelf eens een keer te winnen, maar dat is niet zo gemakkelijk. De twee vingers zo, de keu daartussen en die vingers daaronder, ja, dat is heel goed. Oké, dat is perfect. Voilà, dat is het. Moet eens kijken zeg. Dat is nooit niet te doen. Dat is geweldig, hè? Dat is fantastisch. Maar het kan ook anders natuurlijk. Dat is fijn. Is toch echt sport volgens mij. Ik doe dat dus echt niet expres, hè? Je moet meer op die rode mikken. De Superprestige gaat dinsdag van start in Cultuurcentrum De Adelberg. 5 dagen lang nemen de beste biljarters van België het tegen elkaar op. Zaterdag volgt de apotheose met de halve finales en de finale. Het Superprestige toernooi dat is eigenlijk... We spelen een heel jaar rankingtoernooien. En de 16 beste die mogen enkel hier deelnemen. Dus het is niet zo dat je hier zomaar vrij mocht inschrijven. Je moet hier echt wel voor geselecteerd zijn. En dan moet dat een hele goede speler zijn. Ja. Of Eddy en Ronnie talent hebben, is nog niet helemaal duidelijk. Moet juist zijn, hè, mannen. Maar de microben voor het spel hebben ze wel te pakken.